Het vaste onderdeel in ons programma is Banken met Dre. We gaan even naar Dre Peters en daar zit ongetwijfeld ergens boete in het zinke op een bankje, of nee Dre? Ja, op de warmste dag geloof ik van dit voorjaar zit ik bij de roer. En de roer werd straks eigenlijk het toneel voor een geweldig initiatief. Dat het vorig jaar in Amsterdam ook heeft plaatsgevonden, maar dat overgeweten van Amsterdam naar Rumunj. En ik werd door een oproep op Facebook door Kelly Heer, werd ik een beetje getriggerd. Kelly ging geld bij elkaar zoeken, sponsoren, om hem te sponsoren. Dat het met mocht doen, kind doen en deze geweldige zwempartij, Kelly. En ik heb me direct natuurlijk geholpen gewild. Vorig jaar in Amsterdam deed ik ook met. Maar ik denk, nu een Rumunj meisje in het Rumunj. Maaien zeggen weer hier, in de roer. Dat gaat heten? City Swim. En is een evenement wat voor de eerste keer hier georganiseerd werd in Rumunj. En dat wordt gedaan door vrijwilligers. Die zitten allemaal in verschillende soorten commissies. En met het goede doel Toon Hermans Huis. En dat gaat van start 2 september. En is de bedoeling dat mensen gewoon zwemmen. De kinderen. Wie lang? Wie biedt? Nou, dat zijn drie afstanden. Dus de ene is voor 400 meter. Dat is meestal voor kinderen wat ze hier met willen doen. En heb je van 1000 meter en 2000 meter. En nu begrijp ik ook hoe de berichten op Facebook. Daar heb je al 410 euro bij elkaar. Ja, is toch netjes, hè? Ja, daar ben ik heel blij met. Ja, echt. We hebben nog een paar, mooi Kelly. Maar ik begrijp ook in 13 september. 17 graden, 18 graden. Ja, die kans zit er dik in. Dat is heel anders dan zwembadwater. Dus dan denk ik dat ik toch wel een wetsuit aan moet doen. Dus met een overjas aan, zeg ik weer dan. Hè? Dus niet in die badpak, maar keurig in een keurig duikpak. Heet dat geloof ik hoor. Ja, dat is dat toch dat een beetje beschermd was voor de kou. Ja. En dat helpt ook een beetje met het drijfvermogen. Ja. Dus ik denk wel dat ik zo gaat aan gaan doen. Dat geeft hij aan doen, dat is er nog niet. Hè? Want je geeft natuurlijk ook liegen oproep doen. Is er iemand zit die in mijn muitje zo gaat heen? Ja, dat zou natuurlijk hartstikke geweldig zijn. Ik heb met je M. En ik ben er nog op zoek. Dus, ja. Kiekers, als je denkt, vrij van kunnen Kelly helpen. We hebben die moord of we willen dat best voor één dag uitlenen. Want het kan vrij de kaart zijn. Maar Kelly, je bent heel nauw betrokken vanuit je werk bij die verschrikkelijke ziekte. Ja. Toen heb je het ook familiair heel dichtbij met gemaakt, gelukkig hersteld, die zus. Ja, gelukkig maar. En een ander familielid zit er ook nog met. Ja. En, ja, en dan denk je, ik gewoon met zwemmen. Absoluut. En dan ben je zo enthousiast. Ja. Maar de kind zich niet alleen een zwempak gaan doen en zeggen, ik ben er op 2 september. Nee, dat kost ook nog schrabbers. Ja, als ze met was doen, dat kost zich €50 aan inschrijfgeld. En dat ben ook verpleeg om een kleine donatie te doen. Dat is wel een bedrag wat ze zelf dan mogen invullen. Je nog volgens mij ook nog een trainingspak en slippers, of niet? Ja, klopt. Inderdaad. Dat kreeg ze erbij. Dat moest ze de maat doorgeven. En dan, dat kreeg ze is toch... Is toch al binnen van niks, hè? Ja, dat hoop ik wel. Ja. Dat soort lui zoekt natuurlijk de organisatie. Want we zitten nu geloof ik op een kleine 50 deelnemers. Ja, jammer genoeg wel. Ik ga eigenlijk hoop dat er meer... Kijk, er is plek voor 500 deelnemers. En dan als 43 personen wat met willen doen, denk ik van ja, kom op jongens. Het is zo'n goed doel. Als dit wat ze nu hoort zich aanspreekt en op ze gaat van ik wil ook mijn steentje bijdragen, dan kun je zich natuurlijk opgeven. En ja, ga ze naar www.roermondcityswim.nl, kun ze vanzelf op die site uit. En dan kun je alle informatie vinden wat het inhoudt, wie en wat. En dat vind je van dit ook, want als we een donatie willen doen, we willen natuurlijk hebben dat ze het hoogste bedrag metbrengt, of niet? Ja, ideaal natuurlijk voor zo'n goed doel. Ja. Nu heb je nog één ding. Als tegen mij zegt van ik ga op in september zeggen, oh wat koud in september, gisteren doen we dat doen. En dan ook nog zegt in de roer, wat zeggen die dan? Ja, dan heb je mensen wat zeggen van, bah, kel, we gaan toch niet in de roer zwemmen, dat is vettig water. Maar dat is een misvatting, want hier, deze kant is hartstikke zuiver water. Al zit het misschien hè, met blaadjes en alles, maar water werd getaasd en alles. Ik kan een zeer betrouwbare bron zeggen dat het het zuiverste water is wat we hier in de hele regio hebben, die roer. Die ontspringt een 100 kilometer hier vanaf. En als het heel erg is, is het een prachtige blauwe spiegel hè, in het plaatsje Roer, R-U-H-R, een 100 kilometer hier vanaf. Gewoon de regelmatig naartoe. En dan drijft het hier naartoe, meestal door een landelijk gebied.
En vroeger was die roer inderdaad een vettige ding. Maar dus de laatste jaren is die roer zo zuiver geworden. Dat kind ze, als het ware, als het zou moeten zijn, zelfs hoe drinken. Maar dat gaan we de lune daar komen ze eerst zwemmen. Ja, want ja, ik doe dat ook heel graag zwemmen 2-3 keer in de week. Een uur in zwembad water. Dat is heel graag anders als open water. Dus ja, ik ga me ook natuurlijk hier in het water plunsen om die toch dat te voelen wie dat is. Die stromingen, die watertemperatuursverschillen in open water is heel anders dan zwembad water. Dus ik ben volop bezig. En ik wacht even tot het iets warmer is. En dan als het goed is ook vanuit de City Swim een paar trainingssessies georganiseerd om de deelnemers ook onder begeleiding van hun hier in de roer kunnen oefenen. City Swim had zich geen beter ambassadeur kunnen bedenken als dit voor deze eerste keer dat we dat doen. Mensen steun dat en zwem met. Gooi je dat maar je. En het is niet alleen zwemmen, ja, het is hoofdzakelijk zwemmen. Maar het werden 3 etappes gedaan en heb je ook nog een duck race. Dat is, dan kunnen ze een dukje adapteren, een soort een bad eentje. En die werden dan losgelaten. En die werden het eerste hier bij de finish zien. Ja, er werden heel veel leuke prijzen, kunnen ze dan. Ik ben nog zonder als het een hele hoop mensen zijn. En het doel is gehaald. En het flinkje binnengaan van Toon Hermans huis. Dan zijn we te bier. Dan gaan we lekker gezellig feesten. Ja. Zit toe die ding door. Dat is de beste ambassadeur wat ik al gezegd heb voor dit geweldige evenement. En Lu, als je denkt, dat ga ook met wilt gaan zwemmen, of je wilt een van die zwemmers of zwemsters sponsoren, of een eindje, gewoon, meedoen aan de duckrace, meld je. Hier staat het allemaal op deze site. Zitten voor een vreugde op. Bedankt weer. Volgende week zien we ons een 100 meter weer. Dat is in de burger die enorm veel problemen heeft met de verkeerssituatie. En dat willen we ook eens keer van die manuren. Ik zou zeggen, we zien eens weer. En, je ziet jezelf, bij TV11.